In Sticks & Stones krijgen Jaro en Hanne vanmiddag twee onverwachte gasten. Jeremy en Noemi zitten al in de finale. Vandaag nemen ze de tijd om eens polshoogte te nemen bij hun potentiële concurrenten. We gaan ons amuseren, denk ik wel. Gewoon lekker eten en genieten. Kies op, ik ben benieuwd. Goedemiddag. Hebben jullie al een plekje voor twee? Slecht of wel? Ja. Allee. Surprise! Medewezing. Jawel. Hallo. Ik zit af aan die kant opdagen. Ja, dat is de boel. Ik zit al lang. Goedemiddag. Ik heb een bij je. We hebben van Antwerpen een gin bij, speciaal voor jullie. Het is een vrouwelijke gin. Het mopje was vrouwelijk voor Brussel en Gent een mannelijke gin. Ja, dat is het mopje van Nathan. Zalig. Ik weet het niet wat dat de bedoeling is, dus we zullen wel wat kritisch zijn zeker, maar dat mag hier. Hè. We hebben al zwaardere juries overleefd, denk ik. Dat is precies kleiner dan bij ons. Een gevoelig. Een Paris is heel groot, hè. Die keuken is ook anders. Super. Mooi, mooi, mooi. Die komen toch niet recenseren, die komen toch gewoon rustig in. Wat denk je zelf? Ongelooflijk. Jeremy en Noemi stellen Hanne meteen gerust. Die stress uit van mij. Het is ontspannen, hè? We komen gewoon de mogelijke tegenstander van. Voor de finale kijken. En vanavond ga je naar Gent dan? Ik zeg het tegen mij, ja, ik wil die reeks zien. Nee, nee, nee. Wat een zalig. Ja, gewoon genieten. Gewoon even kijken. Het moet niet stressig zijn voor, hè? Nee, dat is leuk. Het komt echt gewoon een bezoek zijn. Maar joh, ik heb nogal eens tegen mij geloofd. Wat? Echt? Ja, echt. Ik wil even checken hoe zwaar de concurrentie is. Ja. Hoe is het zoals die beleven in de hangen? Het is gewoon heel erg voorgericht. Als mij twee weken dezelfde menu doorgeven, ik zou het kostmuug zijn. Ik heb dat nu al. Waarom denk je dat het helemaal constant verandert? Wie gaat nu stemmen in de finale? Als Brussel in de finale komt. Dat is nu gevaarlijk. Ja. Het is een strenger, hè? Ik kan bijten. Ja. Hola. Ik zal er maar op passen. Missen bij mij liggen en zo. Ik zou nog eens een keer tot bij u moeten komen. Hoor. Ah, dat hoor ik graag. Sausje minder bij, dan word ik wel een sausje meer. En wil je keuze kunnen maken met een mikje? Waakspik, zeebaars. Ja, en een vraag. Ik heb net zo'n donder. Nee. Nee. Ja, een vegetarisch gerechtje. Vegetarisch, ja, we hebben een site aan de mulling. Ja, super. Ja, dat is juist. We zien dat we ook een feta-bal ging krijgen, of niet? Ik was benieuwd dat ik ging krijgen. Voilà. En dan hebben ze dat eigenlijk echt goed opgelost, vind ik meteen ook zo. Wat was dat? Vervang, ja, ze hebben vervangend vlees. Ja. Kijk eens aan. Sorry, Leeske. Dat doen we met een stoofpotje van aspergers. En een gepocheerd kwartelijntje. Dank u. Ziet er goed. Ik ben benieuwd. Kijk, wat is deze? Ik denk dat die gewoon aan het genieten zijn. Dat is ook eens een dag dat ze slapen, maar ik ben er echt stiekem mega jaloers. Dat is wel lekker. Dat is echt lekker. Ik heb dat wel gehad van die botersausen. Nou goed.